doe gewoon lekker stapje voor stapje. Ik weet waar ik dit tegen ga ruilen en dan daarna komt het volgende. Dinsdag zijn we natuurlijk gestart en donderdag heb ik het kleine zwarte eendje omgeruild voor deze rugzak. Een kinderrugzakje. En die ga ik vandaag weer verder ruilen. Nou, we zijn nu bij de klas van Linda in de Spelenlier. En Linda wil heel graag dit rugzakje hebben. En ze heeft er iets leuks voor om te ruilen. Dus kom maar mee naar binnen. Dit is hij, hè? Die wil je heel graag, hè? Ik vind hem prachtig. Ja, dat is hij ook. Ja, ik vind het moeilijk om er afscheid van te nemen. Maar goed, dat doe ik wel, hè? Ja, nou, ik geef deze aan jou. Dankjewel. Dan wil je daar vast iets voor terug hebben. Ja. Ja, ik vind hem sowieso heel handig, hè? Jij hebt hem gebruikt in het best, hè, toen je daar nog werkte. Ja, nu heb ik deze niet meer nodig. Ja, ik ben er heel blij mee. En er zit ook nog een geweldige fietstas op, hè, daar hou ik ook wel van. Ja, leuk is dus, die, hè? Ja, nou fijn. Ik vind het een goede ruil. Jij ook? Ja, helemaal. Nou, perfect. Hou hem in de gaten, hè. Groetjes, doeg. Doei. Oké, hoi Henk, voor één keer, goed? Nou, ik ben nog steeds helemaal blij met de fiets, maar ik weet iemand of een groep mensen die er nog veel blijer mee is. Dus ik ga deze fiets ruilen met Buurtsport Boxtel. Er zijn een hele hoop stagiaires bij Buurtsport en die fietsen van de ene naar de andere activiteit. En ze komen altijd fietsen tekort. En volgens mij wil Nicole, de beweegconsulent, wel ruilen met deze fiets. Dus doe maar een aanbod. Wij als sporters zijn natuurlijk douches bij ons een belangrijke factor. Mm-hmm. Want dat hebben we echt nodig. En als waardebon willen we een jaar lang ongeveer gratis douchen met knijpproducten aanbieden. De waardebon. Ja. En om te starten al de eerste twee flessen. We kunnen gewoon al een weekje of twee vooruit. Ja. Nou, ik denk dat het een goede ruil is. Ik ben het daar helemaal mee eens. Dan wil ik de fiets. Goed zo. Gelijk oversteken. Oké. Nou, alsjeblieft. Binnen een weekje. We zijn nu een weekje bezig. 3 keer geruild. Ik ben tevreden. We doen mee met Dommeland Ruilt. En we hebben het groene eendje. Dus we gaan dadelijk ruilen bij Janneke. Hoi. 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 Nou, wij komen iets ruilen. Iets ruilen? Ja. Het eendje. Oh, en waarvoor is dat? Dat is... voor Dommeland Ruil. Wat is de bedoeling? Ik krijg de eend en wat krijgen jullie dan? En dan moet jij iets ruilen voor iets waardevols. Iets waardevols? Ja. Iets groters of iets waardevols? Iets waardevols. Oké. Alsjeblieft. Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan, dames. Ja. Hallo, wij zijn hier nou bij Nancy van der Heijden. En we gaan deze kappersbon gaan we ruilen tegen iets van Tupperware. Ik heb zeker iets om te ruilen, ja. Deze. Geef ik aan jou. En dan mag jij deze weer verder gaan ruilen. Ja. Maar die heeft een klein beetje uitleg nodig. Hier aantrekken en de uien zijn fijn. Is het alleen voor uien? Nee, het is niet alleen voor uien. Je kunt kruiden in klein maken, nootjes, appeltjes. Nou, heel erg bedankt. Graag gedaan, heel veel succes. Kan ik jullie helpen? Ja, we hadden eigenlijk een afspraak met Mirjam. Is er hier ook? Ja, die is er. Ga lekker zitten, dan roep ik ze even voor jullie. Dankjewel. Hallo. Nee, wij kwamen eigenlijk om deze te ruilen. Oh, voor de ruilactie. Kijk eens even. Ik heb een leuke tas. Ja. En een houten keukentje. En een riem. Leuk. Een jongensriem. Ja, superleuk. Hier van Tupperware hebben we de... Tupperchef. Ja. Ja. En die geven we dan aan jou. Oh. Nou, dat is leuk. Die heb ik nog niet. Helemaal blij mee? Ja, want hoeveel waarde heeft het eigenlijk? 89,95. Ongeveer 90 euro. Ja, ongeveer 90 euro. Even kijken. Ik ga met mijn bad eentje, heb ik met het afgesproken om tegen een lekkere wijnfles te ruilen. Met Marianne Sterk. En die had wel een leuke fles wijn die ze had gekocht tijdens het uiteten. En dat had wel een prijskaartje aan. Oké, maar ze wil niet in beeld, begrepen. Ze wil helaas inderdaad uit beeld blijven. En vandaar dat ze helaas er niet bij kan zijn. Ja, dit wordt de eerste ruiling van mijn actie voor het goede doel van Omroep Dommeland. En ook voor de voedselbank in Boxtel. Ik heb hier een eendje, het zogeheten witte veentje. En Gemmy, ik wil jou graag dit eendje overhandigen. Nou, geweldig.
Dat is eigenlijk wel een heel bijzonder eentje, Arjen. Ja, ja, dat is een witte ventje, hè. Dat gaan wij missen. Zal ik het even openmaken? Oh, wat leuk. Die spaar erbij zetten. Ja, dat is wel de bedoeling, hè. Hartstikke leuk. Kijken of die daar ook leuk vinden, ja. De visjes. Ja. Ja, dan heb ik natuurlijk als ruiling een uitgebreide voetspa-behandeling. Dankjewel, Gem. Voor twee personen. Voor twee personen. Ter waarde van 59 euro. Nou, moet je kijken. Ik kijk nog. De camera. Ja, ja. Ik voel me vandaag als Al Pacino een beetje. De schoenen niet. Nee, nee, dat klopt. Ik kom even iets ruilen. Het is van het spelletje van Dommeland Ruilt. En die zou graag even iets meer waarde hebben van jou. En dan geef ik jou mijn eentje. En je geeft me iets anders. Voor de goede doel. Ik vind het super eend. Ik heb een heel leuk cadeau om te gaan ruilen. Ik denk dat iedereen dat cadeau dan ook wel wil. Maar dan moeten we even naar hier langs. Want okay. Langs hebben we momenteel ook een winkeltje, een pop-up store. Dat is top. Hier gaan we de eend neerplaatsen. En dit gaat het cadeau worden. Ik hoop dat je er iets mee kan. Oh, dat weet ik zeker. Het is geweldig. Want het is de föhn die ik gekregen heb tegen het eindje. En dan ga ik daar verder mee. De waarde is 66 euro. Is dat niet top? Misschien lig je al aan top. Ja, ik hoop het. Ik denk het wel. Naar voren.